Ja, een nieuw duo gestart in 2014, de Airpa's. Ja, ik ben pa en hij is air, maar dan even eigenlijk andersom. We kennen elkaar al een hele tijd. Ik zing al een jaar of 30. Hij zingt in de badkamer altijd bij zijn vrouw. Dus toen dachten we, gaan samen wat doen. Wat ben je voor een kerel als je slecht bent voor je kind? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Kijk, op het moment, je maakt altijd wel eens een keer mee dat er in je omgeving een scheiding is of wat dan ook. En dan zeggen ze altijd over die kinderen, die mogen niet naar hun vader toe of naar hun moeder. Maar stel dat het kind nou echt niet wil, wat dan? Ja, en als je dan gaat procederen en dat soort dingen, wat ben je dan voor kerel, toch? Als je slecht bent voor je kind. Nou ja, in de omgeving, je hoort het steeds meer, je wordt er continu mee geconfronteerd. Vrienden van ons, die hadden dat ook. En ja, het was natuurlijk wel heel vervelend om dat zo dichtbij te ervaren, dat je dan eigenlijk heel veel processen moet gaan doen en ja... Dat wordt eigenlijk niet leuk, dat is voor niemand leuk. En vandaar hebben we op een gegeven moment gezegd, ja, we gaan eens dat nummer maken. We gaan eens die tekst achter elkaar zetten en ja, dan kom je hierop uit. Het is wel een beladen inslag natuurlijk, maar goed, zo is een beetje carnaval natuurlijk ook. Hè? Wordt een beetje spannend gemaakt, het wordt een beetje het hedendaags van de tijd. En ja, dan moet het toch wel een beetje iets op de hak nemen. En dan wel even goed gezellige muziek maken.